Wie rond augustus deze man in beeld ziet, denkt natuurlijk direct aan Okidokidorp. Volgende week maandag gaat Okidokidorp weer van start op de Oosterweg. Ja. Robin van Kraai, hoe ben je eigenlijk zo bij die organisatie terechtgekomen? Dat vind ik sowieso een hele goede vraag. Daar moet ik zelf ook goed over nadenken. Lang geleden dus? Dat is echt heel lang geleden. Ja, ik denk dat ik dit al een jaar of zes of zo, dat ik zoiets doe. Zes, zeven misschien al. Maar volgens mij is het... ben ik erbij gekomen door eigenlijk het entertainen, zeg maar. En op een gegeven moment hebben ze gevraagd van, goh, zou je vanuit de Wiegse Omroep, zou je daar niet okidoki, zeg maar, willen presenteren? En zo ben ik er langzaamaan ben ik er ingerold. Dus ik zie ook wel grote verschillen van het eerste jaar tot aan nu, hè? Ja, het wordt steeds beter en leuker, hè? Je moet al die mailtjes beantwoorden. Kan je heel kort vertellen, 2014, wat gaat er gebeuren? Nou ja, het thema van okidoki is... strikt geheim, zelfs voor mij. Dus over okidoki zelf weet ik eigenlijk niet. Ik kan natuurlijk wel gaan vertellen wat ik doe. Ja, tuurlijk. Zijn we benieuwd naar. Ja. Nou, het is eigenlijk zo dat... ik zag op Facebook dat het halen van een nat pak... dat eigenlijk dit jaar zie ik overal terug op Facebook. En nou dacht ik, misschien is het leuk als de kinderen van okidoki... op een zo origineel mogelijke manier een nat pak gaan halen. Dus dat ze mij dan een berichtje sturen via Facebook, via Robin van Kraai. Dan kun je mij wel vinden en dan kun je mij een bericht sturen. Mag privé, mag gewoon ook op mijn pagina, dat maakt me niet zoveel uit. Kan nu al dus? Ja, dat mag nu al. Ja, geen probleem, want dan komen wij vanaf maandag komen we langs. En dan kun je laten zien, zeg maar, hoe origineel jij een nat pak gaat halen. En dan komen wij het filmen en dan zullen we het ook zeker uitzenden 's avonds. Dus dat is eigenlijk een beetje het idee wat ik heb van dit jaar. En uiteraard zal ik ook zelf zo origineel mogelijk een nat pak gaan halen. Maar ik denk dat ik daar de hulp van de kinderen bij nodig heb. Er was iets met een druppel, dat had je in het voorgesprek nog even gezegd. Ja, nou, ik zat te denken van wat past er nou goed bij een nat pak? En dat zijn natuurlijk allemaal regendruppels. En nou had ik iets, heb ik dat ooit eens bedacht. Ik zal niet zeggen waar, maar het was in de kroeg. Meestal, hè? Ja, precies, ja. Maar ik ga dus een vallende regendruppel, die uit de wolken komt, die ga ik nadoen. En die valt keihard naar beneden, echt zo hard. En dan ineens valt hij te platter op de grond. Wow, en wij zijn heel benieuwd. Mag ik hem zien? Ja, je mag hem zien. Je bent er live bij. Dus, en als het goed is, gaat straks tijdens okidoki vallen die regendruppels dus allemaal over de kinderen. Nou, misschien kun je het gebruiken bij het halen van een nat pak. Maar ik ga hem doen. Nou, daar gaan we. Vallende regendruppel, hè? De vallende regendruppel.